Hey, wij zijn de cast van Dertigers en wij gaan wat vragen beantwoorden. Oh, de eerste vraag is, kenden jullie elkaar al? Grotendeels wel. Ik kende de meesten wel. Ja, ik ook. Maar nu kennen we elkaar ook heel goed. En nu zijn we ook echt wel een beetje vrienden geworden, ja, toch? Ja. Nou, dat valt wel mee. We zijn zelfs laatst op de verjaardag met Van Stephanie. Dat was super gezellig. En we zijn samen gaan sporten. Zal ik de volgende vraag voorlezen? Ja. Hoe is het om met zoveel mensen op set te staan? Ik vind dat geweldig. Prikkels. Het zijn natuurlijk, we zijn allemaal van die leuke persoonlijkheden. En dan is het, soms zit je in een klein huis te filmen. En dan heb je ook crew eromheen. Dus dat is soms best wel, dat je even denkt, oeh, even terugtrekken om me gewoon op te laden. Eén topnummer. Ja, en wat als Sam dan nou gewoon lekker gelukkig wordt? Oh my god. Ja, je gaat het toch wel doen, want je doet het elk jaar. Ja, toch zo zeuren. Even centraal. Ja. Trebeek met Nokia. Ja. Het huis van Jonas en Laura vind ik het heftigst. Als we daar met z'n allen zijn. In het huis van Ruben. Ja, dat is ook heel ja, het is ook een vreselijk huis. Ja, daar ga ik zo naar vis. Ja. En het is ook heel gek, want en het huis van Ada en Niels, die ga ik dan weer heel erg naar hond. Wat voor momenten vind je het moeilijkst om te acteren? Ik vind het soms ineens, vreemd genoeg, heel moeilijk om als er helemaal niks aan de hand is. Ja, dat heb ik dus ook. Het alledaagse wat dertigers ook heel veel heeft, dat is eigenlijk het moeilijk. Zo het, kijk hoe leuk we het hebben. Ja. Dat vind ik het moeilijkst, want dat hoef je eigenlijk niet zo vaak te doen. Kostte het veel moeite om je in te leven in je personage? Nou, Tony. Ja, Tony. Vertel. Nou, ja, mijn personage is best wel een control freak. En dat ben ik zelf, dat ben ik zelf eigenlijk veel minder. Of tenminste, ik zou willen dat ik het iets meer had zoals mijn personage. Zij is heel opgeruimd, ze heeft allemaal dingen voor elkaar. Ze is heel geordend en ik ben zelf gewoon heel chaotisch. Terwijl jij laatst een foto naar mij stuurde dat je de kast van een vriendin aan het opruimen was. Oh ja, maar dan moest ik gewoon als een soort natie zeggen, dat moet weg, dat moet blijven, dus voor een ander kan ik het wel. Sorry, maar ik heb ook laatst berichten van jou, foto's gekregen, hoe jij je huis schoonmaakt. Ja. Volgens mij is het vaak bij control freaks dat ze zeggen niet een control freak. En wij gingen laatst uit en jij stond binnen 2 seconden bij de DJ nummers aan te vragen. Ja. Terwijl dat niet de bedoeling was, jij bent je personage. Nee, ik ben wel vrij dominant, toegegeven, vrij dominant persoon, maar niet... Nee, oké, zal ik beter zeggen, zij is meer hoe het hoort, zeg maar huisje, boompje, beestje, dat heeft ze allemaal heel erg gefixt. Ja. En dat is mijn leven als Teuny iets minder. Eigenlijk het moeilijkste vond ik doen alsof ik een DJ ben. En ik stond aan die knoppen en toen kwam meteen Lona van make-up. Schat, zo moet je het niet doen. Je moet dit draaien. Dit doe je niet als DJ. Ik vind ook dat het heel fijn is om te voelen dat we ook als personages in de vriendengroep door elkaar onze plek hebben gekregen. Dus ik heb ook door met jou te spelen, wat ik echt heel leuk vind, ook Suus gevonden. En sowieso echt dat we eigenlijk vanaf moment 1 al echt zo vriendschappelijk met elkaar waren op set. En daardoor ook op beeld, waardoor dat inleven in dat we elkaar aardig vinden en zo, ging ook heel gemakkelijk. Ja. Ja. Welke scène moest het vaakst opnieuw? Ik heb echt altijd maar 1 take nodig. Je speelt ook je bloopers. Wie gaat zijn eigen scènes het meest terugkijken? Ik denk dat zeg wel... gewoon waar het op staat en kom op. Nee. Thuis voor de buis naar jezelf. Zo, Sally. Dat zijn we niet gewend. Het is gewoon NPO dit, hè? Nee, het was een grapje. Wat was de mooiste locatie om te draaien? Daar gaan we nog in. Daar gaan we nog Oh, mijn benen. Oh, mijn benen. Oké, thank you so much. Heb je zelf ook inbreng gehad in je personage? Zeker, joh. Ja, volgens mij hebben we dat allemaal best wel. Het voelt wel echt alsof we met z'n allen aan het bouwen zijn. Ik ben blij met jullie, jongens. Ik ben blij met jullie. Meisjes, mensen. Ik zie nog 1 kaartje daar komen uit de lamp.
Oh, dat is een op. Huh? Oeh, jezus. Het heftigst voor het laatst. Oh, super. Oké. Okay. Hoezo? Jongens, wat is dit? Ja, moeten we dit echt vragen? Ja. Waar kunnen mensen het nieuwe seizoen van 30ers kijken? Jezus Christus. Ik kreeg paniek. Mijn hartslag zit hier. Ik dacht, oh my god, gaan we nu huilen? We kunnen het zeggen. 2, 1, bij BNN Vara op NPO Start. Woe! In één keer. Yes. Oh, ging wel goed. Ja.